Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier Robert Ultrex, de enige echte natuurlijk. Dat was de kermis in Bergen op Zoom. Dat was de najaarskermis natuurlijk. En hoe was de kermis in Zoetermeer? Hoe was dat? Nou, een zware tegenvaller. De kermis op Bergen op Zoom was echt, die hebben we nog nooit zo slecht meegemaakt. We hebben natuurlijk eerst de gewone kermis gehad. Dit jaar was ook in Berg op Zoom. Het was nu op een andere plek was het nu. En dat was niet echt heel erg best. Dat was ronduit heel slecht was het geregeld. Het had natuurlijk enorm geregend. Het was ontzettend slecht weer geweest de afgelopen tijd. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er, als je een kermis dan op het gras zet, dan krijg je dus heel veel blubber. En dat hadden ze dus op bepaalde plekken wel en op bepaalde plekken weer niet. Doe het dan overal, dat is een stuk beter, is dat. Hadden ze dus van die matten neergelegd voor het regenwater, dat je niet in de blub liep. Jullie hebben het gezien bij de... draaiende bank was dat. De draaiende bank had ze dus niet gedaan. En daar liep je dus echt midden in de blubber liep je daar. Echt, was niet goed. Was echt heel slecht. En daarna zijn we eigenlijk naar Zoetermeer gegaan. Zoetermeer was de kermis precies op dezelfde plek als 3 jaar terug. Ja, 3 jaar geleden was het nog echt heel erg laaiend over de kermis. Dat je ook nog echt wel leuke attracties had je. Dit jaar viel het gewoon ook echt heel zwaar tegen. Je had wel, hoe noem je dat? Zo'n wijshoorn buiten. Dat vond ik wel echt een hele leuke attractie, vond ik dat. En wat ik ook echt een ontzettend pluspunt vond aan de kermis, dat was... Die hele grote draaibank. Dat was echt een leuk ding, was dat. Echt heel leuk opgezet. En echt een heel groot draaibank. Ik had nog nooit zo'n grote draaibank gezien. Ja, was ook terecht was het daar ontzettend druk. Want het was gewoon echt een hele leuke attractie. Dus vol lof over die twee attracties. Voor de rest was de kermis slecht. Belachelijk. Als allergrootste dieptepunt was de patatzaak. Ik heb nog nooit zo'n slechte patatzaak meegemaakt. Patat wat helemaal aangebrand was. Ik stond in de rij, stond ik. En er was een jongen die was met een iets jonger meisje. Die wouden 2 broodjes halen en toen waren de broodjes al helemaal uitverkocht. Later ging er ineens weer iemand weg met een broodje daar. Ik snapte er echt helemaal niks van. Eerst was het helemaal uitverkocht. Toen was er ineens weer 1 broodje. Was er weer. Die hebben ze misschien uit de vuilnisbak gejat of zo. Weet ik veel wat. Ik weet het ook niet. Maar ontzettend slechte patat. Joost heb gewoon heel zijn patat weg moeten gooien. Omdat het gewoon aangebrand was en niet lekker was. Krokant was. Krokant niet. Het was helemaal helemaal verpulverd. Helemaal omdat het te lang in de frituur had gezeten. Ontzettend slecht. Ik heb nog wel even snel alle attracties gefilmd. Jullie hebben het gezien in de video. Ik weet nog eigenlijk nog ineens hoeveel ik gefilmd heb. Want op dit moment heb ik die video's nog niet klaar. Dus die moet ik eerst nog gaan editen. Ik heb ze natuurlijk al wel opgenomen natuurlijk. Maar ik moest ze nog in de editor gooien. Dus ik weet niet hoe lang die volgens geduurd hebben. Maar ik denk dat het bij me, alles bij elkaar. Dat het niet echt zo'n hele lange vlog wordt. Want ja, er was weinig te laten zien. Er was weinig te laten zien. Ik heb snel de attracties gefilmd. Ik heb een paar overheidjes opgenomen. En... toen ik eigenlijk alles al een beetje had opgenomen zo. En een beetje ofraadjes van alle attracties had opgenomen. Ja, toen was eigenlijk al zoiets van ja. Ik heb het hier eigenlijk wel weer gezien. Er zat echt totaal geen... normaal zit er altijd een factor in van...
Nou, ik heb alles opgenomen, maar het is zo gezellig. Ik blijf nog eventjes en dan ga ik nog een paar keer in de avond nog een paar extra soortjes opnemen. Omdat het zo mooi is en dit en dat. En dat had deze kermis niet in Zoetermeer. Deze kermis had geen factor van, nou, het is heel gezellig en heel leuk. En de attracties zijn mooi, het is goed opgezet, dit en dat. Laat ik nog eventjes een paar uur blijven. Nee, toen ik eigenlijk alles gefilmd had, toen had ik eigenlijk al zoiets van, nou, ik ben het zat, ik wil naar huis toe. Het was ook ontzettend koud was het die avond. Maar het, ja, het nodigde ook niet uit. Het nodigde ook niet uit. Dus ja, vandaar. Het was helaas ja, twee mindere kermissen. We hebben natuurlijk hiervoor twee hele goede kermissen gehad. Dat was Rotterdam en Breda. Dat waren echt wel leuke kermissen waren dat. En het hoeft niet altijd helemaal perfect te wezen. Want Rotterdam was ook niet echt helemaal perfect. Ja, dus maar het was in ieder geval wel een stuk beter. En in Zoetermeer was het echt ontzettend slecht. Ja, als je dan zo laat een kermis doet, doet dan maar liefst helemaal geen kermis of zo. Organiseer gewoon niks, want het sloeg gewoon echt helemaal nergens op. Het was niet echt. Nee, het was geen. Ja, het was niet een ik blijf factor van. Ja, het is zo leuk en het is zo gezellig. Dus helaas, ik hoop dat de volgende kermis waar we naartoe gaan een stuk gezelliger wordt. Ik weet natuurlijk al waar die is. En ik ga natuurlijk nog niet vertellen lekker waar het is. Dat gaan jullie vanzelf, gaan jullie dat wel zien. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Dit was even de vlog voor vandaag. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.